Als Angela de Jong de hele avond NPO-docu's heeft zitten kijken, kun je haar column de volgende dag wel overslaan. Ze is immers op haar best als ze de vip vergruiser uithangt. De Sterrenstamper. De AD-Tijgerhaai. En haar fans worden vandaag op hun wenken bediend, want Angela gaat helemaal los op Paul de Leeuw en zijn nieuwe show Hotel Hollandia. Want wat heeft Paul het verpest? Hij had de publiciteit juist zo mee door zijn veelbesproken optreden in de talkshow Business Class. Veel mensen vonden het prijzenswaardig hoe hij omging met de lijpe vragen van Harry Mens. Er zaten gisteravond dan ook veel nieuwsgierige kijkers voor de buis, 1,1 miljoen. En dan, dan nodig je Rob Kems en Rachel Hazes uit. Rob en Rachel horen bij de BN'ers die het meest worden uitgekotst en dat gebeurt dan ook massaal op de socials. Niet alleen hun aanwezigheid, maar ook het satire-rubriekje in de show worden kapotgeschreven. Het krijgt vernietigende kritieken op X. Het is moeilijk een positieve reactie te vinden, schrijft kijkzijverhoeligen Tina Nijkamp. Het pikantst is echter de column van Angela de Jong. Die heeft haar AD-column van vandaag met het stoom uit de oren zitten tikken. Een belediging voor de kijker, noemt ze het programma van Paul. Als ik Paul de Leeuw was, zou ik me voorlopig niet buiten durven vertonen. Ze hadden de kijker deze ellende kunnen besparen. Het kopspijkersachtige cabaret was flauw, armzalig en voorspelbaar, vindt Angela. En het interview met Rob Kems, niet zeggend, sneert ze. Het tekent op een pijnlijke manier dat Robs vermeende talent wel heel erg is opgeblazen. Niemand weet tegenwoordig meer wat hij doet en hij haalt alleen nog maar het nieuws als schuinsmarcheerder. Wie het ergst te grazen wordt genomen door Angela? De kassajuffrouw uit Meidrecht, de sluwe weduwe Ragel Hazes. Heel even dacht de opiniediva dat ze naar een imitatie zat te kijken, het Rotterdamse accent was goed getroffen en de grimeur van dienst was losgegaan met rouwkleur 8016, mahoniebruin. Niets is minder waar, het was de echte Ragel. En ze maakte een smakeloze opmerking over dochter Roxanne. Paul gaf haar ruim baan om haar kinderen een trap na te geven. Ze maakte twee grappen over hen die zo laag bij de grond waren, dat ik ze hier niet eens ga herhalen.